jij die knie onder je kont te krijgen? Ja, dat kan ik wel zien. Oeh, ja, ik zie het. Ik zie het, wil jij kruipen? Wil jij kruipen? Oh jee. Oh jee. Is een paar dagen de knie onder de kont te krijgen. Ja, je wil gaan kruipen, hè? Ja, je wil meer in de wereld zien, hè? Het gaat alleen nu zo achteruit de hele tijd. Ze gaat nu ook weer zo met de klem zitten onder de bank. En dan moeten we haar weer redden, hè? Ja, nu alweer, hè? Nou, goedemorgen, slag zondag. Sarah is ook wakker geworden om 10:30, hè? Helemaal doorgeslapen. Goedemorgen. Sarah heeft heel goed geslapen hier. Maar ze blijft ze weer in eigen bedje lag. Ja, jij slaapt altijd goed, hè? Je hebt ook goed op vakantie geslapen, hè? Ja, je hebt een goede slaper, jij. Sarah niet. Maar goed. Linda staat lekker te douchen. Dat loopt ook nog goed gekregen bij. Hé, kindje. Wel een beetje rustig, hè? Zometeen loopt er aan de hand. Nou, Linda heeft gisteravond al heel veel in de was gedaan. Dus ik heb al één stukje afgehaald. Ik wil dit allemaal afhalen. Dit allemaal even afhalen. Dit moet er allemaal nog in. Dus het gaat best wel lekker eigenlijk. Ik denk dat we vandaag alle was weggewerkt hebben. En er hangt buiten ook al een wasje op. Dat heeft Linda vanochtend ook al gedaan. Dus die is lekker bezig. Vandaag zal wel even op de bank slapen vallen. Dus een beetje brak zou het wel. Maar het is weer een mooie dag. En we gaan er wat te maken vandaag. Straks boodschappen doen. Al de spullen zijn op. En de tuin zit er ook mooi bij. Een bosje. Dus we gaan even kijken wat we vandaag gaan doen. Ik wil niet te veel doen. Even lekker de was wegwerken. En boodschappen doen. Dat is belangrijk. En dan zien we het alweer. Wat gaan jullie doen, kindjes? Wat ga je doen? Ga je spelen? Wil je misschien de autobak even hebben, Olaf? Autobak? Ja, die heb je heel lang niet gehad, hè? Ja. Zullen we daar even lekker mee gaan spelen? Spelen! Wil je de auto's hebben, Sarah? Pak maar de autobak even. Heb je heel lang niet meer gespeeld, hè? Misschien wel leuk voor Eden ook, een paar autootjes. Yes. Kan je mijn auto boven auto's filmen? Ja, ik heb die auto's allemaal heel je autobak gefilmd. Veel, hè? Ik zeg, Eden heeft de auto's ook leuk, zie je dat? Je vakantie hebt gehad. Deze is nieuw. Ja, je hebt een paar nieuwe, hè? Super leuk. Nou, papa gaat de was afhalen. Ja, kun je lekker met de auto spelen, oké? Okay? Goed morgen, lieverd. Het is al gauw spelen, zeg. Nee, helemaal niet. Het is wel. Het is 11 uur, joh. Zoek je tijd die eruit komt, is niet te kwam. Hè? Slaapkoppie. Ik ga wel doen. Drinkt hier iets, hè? Dat had hij echt ergens anders van. Ja, het slot. Hé, schat. Ja. Ik heb net babycapje eraf gehaald. Ja, je kan. Vind je dat niet leuk? Dat vind ik niet leuk, nee. Nee. Natuurlijk was het zo. Ja hoor. Misschien moest ik gewoon geen, niet echt met een baby, hè? Nee, ik ga hard mee, hè? Ja, schatje, hoi. Ja, ik ga je stoel even vertellen van die stokken. Ja, ik kan zo beter aan tafel zitten. Ja, dat is ook zo. Ze eet zo graag. Ze eet zich hier van. Ze eet zo graag mee. Ze haakt wel echt leuk. Ja, daarom. Dus dat vind ik het wel leuk. Het is de Sarah. Ik pak me jou mee. Ja. Wat doen? Nee. Wat gaan we doen dan? Nee. Liefje, papa gaat de stokkenstoel even verzetten. Hè? Ik kom zo mee afspelen, ja? Een stukje. Zeg je? Stukje. Deze? Die stoel daar ga ik verzetten. Ook Mena. Wat zeg jij? Ook Mena.
Ja, ook de jouwe. Kijk. Ja, ook de mijne, zegt ze. Wat gaat ze aan het doen? Ze zegt ook de mijne, volgens mij. Wat is het? Ik zeg geel stoeltjes te zetten. Ze zegt ze ook de mijne, volgens mij. Zeg maar dat ze krijgt een roze stoel. Je krijgt een... Kom eens aan. Ze krijgt ook een andere stoel. Kom eens kijken. Kom eens kijken, papa. Dat is een oude lek. Je krijgt een roze stoel, Sarah. Die. Deze stoel. Deze stoel. Je hebt een roze stoel. Je hebt een meisje, hè? Roze stoel. Ja, een mooie roze stoel. Ja. Papa gaat alleen nog een beetje verbouwen. Roze stoel. Ja, ik ga ze nu even verbouwen. Mooi, hè? Laat jij op zitten. Ja. Ja. Ze doen het gewoon even allemaal om de beurt. Ja. Nou, 8 maanden potje eet je niet, hè? Nee. Wami wel, hè? Ja, daar word je blij van, hè? Het is op. Ja, ik weet het. Alles gaat erin. Olaf, we gaan naar Arby's doen. Sarah, al weg. Arby's! De flesje gehad. Gaan ze maken. Ja, ik zag hem niet staan. We gaan ze maken. Is het toch gewoon? Ja, ik zag het. Ze stond precies achter de kast. Ik denk dat ze kennen ook. Nee. Sarah, niet. Heb je een flesje gehad? Ja, dat wel. Maar ik wil eerder nog wel even wassen voordat wij gaan. Ja, kan toch? Want zij is gisteren ook niet in bad geweest. Oh, kleine stinkert. Dan doe ik haar een flesje, denk ik. En dan gaan we er weer in. Ja. Hoe ziet ze eruit? Als we dan vanavond terugkomen, doe ik haar nog even de borst. Ja, zoveel water ongeveer, man. Ja, toch? Nee. Maar dat weet ik niet. Jawel, dit is wel goed. Jij weet het goed uit. Dan ga je heel die bak erin gooien? Nee, pap. Dat zijn er echt veel te veel. Nee, leg maar uit, lieve. Doe het werken. Ik heb geen idee, hoor. Ik ken dit niet, joh. Ik wel. Werk jij het wel? Ik ga wel. Ja, ik kan het heel goed. En hoe heet dit? Orbies. Je moet wel een Orbie uit de Orbie denken voor de paus. Moet alles? Nee. Hoe? Ja, dat is nog steeds niet. Julia doet de helft. En dan gaan we eens eerst even kijken hoeveel. Ja, dit is ongeveer. Die dingen worden 30 keer groter dan dat ze. Maar dan zou ik er nog iets meer water bij doen. Hoezo? Die hele bak vol zit straks. Ik kan beter wat water over hebben dan te weinig, of niet? Kijk, zie je allemaal van die luchtbelletjes af? Ja, het gaat gelijk werken. Ik zou er iets meer bij doen, Julia. Oké, wij zijn papa. Gewoon groter. Die net nog zegt ze zijn nu wel weer een beetje groter. Nee, Sarah, nee. Als je het heel mooi hebt. Sarah, daar zit ik. Weet je hoe lang voordat ze groter worden? Zoals je ziet. Ja. Dit zijn de balletjes nu. Die zijn heel klein. En hier zijn ze alweer iets groter natuurlijk, want ze worden al gelijk een beetje groter. Balletjes, kun je morgen mee spelen. Maar ja, natuurlijk in het water zien ze er ook al ietsje groter uit dan in het echt. Omdat ze er kleine balletjes. Ja, ik kan wel zien dat de ene wel kleiner zijn dan de grote. Tot morgen, balletjes. Tot morgen, slaap lekker, balletjes. Hou van jullie, balletjes. Hoppie. Balletjes. Hoppie. Balletjes. En morgen weer. Mama, kusje. Nee? Okay. Ja, ik heb er ook een beetje warm water bij gedaan. Want ze zeggen dat het daardoor ook iets sneller groeit. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb ook gewoon koud water en warm water erbij gedaan. Dus een beetje lauw. Maar ja, dat wordt natuurlijk later ook wel kijken. Kom jij. Nou ja, het wordt natuurlijk vanzelf weer groter. Ja, het is 8:50 s'avonds en we hebben het Sarah naar bed gebracht. Dat doen we eigenlijk nooit, maar Sarah gaat altijd zo'n beetje 9:30 naar bed of 10:00 soms zelfs, omdat ze altijd tot 5:30, 6:00 in bed ligt. Maar we gaan morgen maar overleggen naar de kamer van Julia en Anne. Haar bedje staat er al een tijdje klaar, daar hebben ze heel lang aan kunnen wennen. En nu gaan we proberen, en dan moeten we dat ritme natuurlijk gaan omgooien. Dus ze is vanmiddag niet naar bed geweest en dat was best wel een beetje zwaar voor Sarah, want die was echt wel heel erg moe. Maar we hopen dat we nu even een ander ritme kunnen creëren, zodat ze met die meiden op die kamer goed kan gaan slapen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we 's ochtends, dat ze 's avonds om 10:00 opblijft en 's ochtends om 8:00 eruit moet. Dat kan natuurlijk niet. Dus we zijn bezig met een ander ritme. En ik hoop dat het lukt. Hé, Linda. Hm? Ik hoop dat het lukt. Wat? Ik weet helemaal niet wat je zei. Ik ben zie je nou gewoon niet op te letten bij mij? Nee, ik ben eventjes... ik moest de markt van de poesen van het zoon. Mannen praten, dan luisteren de vrouwen, hè? Nee, ik niet. Nee, jij niet. Jij niet.
Nee, want ik had heel veel verhalen over Sarah gedaan. Want ik nu een beetje huidig. Daar kreeg ik wel een stukje van. Mensen dachten nog, oh, dan krijgt mijn moeder maar via 21:30 s'avonds. Veel te laat, doe je een kind aan, bla bla bla. Dus ja. Twee jaar prima opgedaan. Heeft ze 2 jaar prima opgedaan. Ja, ik doe wel altijd, Sans hier de kinderen. Ja, ze doen nog gek, toch maar. Wat wil jij aan? Nee, zeker niet. Absoluut niet aan. Dus wat wil ze? Dat je langer blijft. Zo langer blijft als jullie aan. Nee, absoluut niet. Maar je hoeft nu in bed. Schatje, je bent 6, je hebt niet zo laat zien in je bed. Nou, ik ga samen met Linda even Tom ophalen. Ik heb Tom wel een beetje gemist, jij? Jij niet zo. Sloopt al je spullen. Ja, ik weet het. Quinten past even op. Alle kleintjes liggen op bed. Staan jullie aan, zitten nog beneden. Maar Quinten is er ook bij, ze past even op. Zo het is, zijn we binnen 30 minuten thuis. Ze redden zich niet verder, hoor. Nou, een beetje ruzie met mijn auto. Nou, hier is schat. Nou, tot, we gaan nu even naar beneden. De Tom ophalen. Hé schat, heb je er zin in? Ja, het is er nou. Ja, jullie wilden een kat. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Ik ben overstag gegaan, maar ik heb niet zoveel met... Jij zorgt heel veel voor. Ja, ik ben er meest druk mee. Ja. Dus ja. Dat is niet altijd leuk. Ik ga rijden. Nou, we zijn bijna bij Marlin. Hou nou even op. Oh, ben ik serieus. In ieder geval vindt het leuk als ik de camera pak. Ik ben een beetje verlegen soms. Maar we zijn bijna bij Marlin en dus bij Tom. En ik zat net wel te zeggen dat ik Tom niet mis. Maar ja, ik geef wel eerlijk toe. De kat is echt het ding van de kinderen en niet van. En wat minder van mij. Ja, ik verzorg hem. Dat doe ik. Dus misschien is dat ook wel het probleem. Dat ze leeg scheppen van de kattenbak elke dag. Ja, dat vind ik gewoon niet zo'n leuk werk. En hij springt overal nog op. Het is natuurlijk nog een kitten, dus je moet hem echt opvoeden. Maar ja, iedereen is overdag weg. Dus ook die taak ligt bij mij. Dus ja, dus dat, nou, dat heb ik dus niet gemist. Laat ik het dan zo even zeggen, want ik formuleer het net een beetje gek. Maar ja, dat heb ik dus niet gemist. Maar goed, Tom kan er ook niks aan doen. Het is ook nog maar een kitten. Gelukkig heeft hij het heel goed gehad bij Marlin. Maar ja, bij Marlin kan alles. Dus ik moet Tom weer opnieuw opvoeden, vrees ik. Want Marlin is heel makkelijk. Die vindt het allemaal prima. En dat is ook goed. Het is Marlins huis en zij heeft 2 weken voor hem gezorgd. Dus ja, dan vind ik ook dat haar regels gelden. En zij werkt ook tussendoor. Dus ja, dan kan zij ook niet de hele tijd zien wat Tom wel en niet uitspookt. Ook weer te begrijpen. Dus ja, we zijn er bijna. Hè? Het is wel een stukje rijden, hè, Marlin? Ja, het is altijd een stukje rijden. Ja. 25 minuten. Ja. Ja. Nou, wat vervolgt. Doedels. Doedels. En dat gebeurt nog steeds niet welke deurbel het nou ook alweer is. Het lijkt allemaal nogal op elkaar. Daar woont Marlin. Het ziet veel te netjes uit met die gordijn. Dat is het niet. Nee, waar die scooters staan, daarboven. Maar ja, die ramen zitten dicht, want Tom zit daarachter. Van die... Oh nee, dat woont ze ook niet. Huh? Nee, ik zeg ook duur. App er even. Waar die poepflats op zit, denk ik. Ik ga weg. Dat is niet haar deur. Oh. Ik durf niet. Ik ga hier staan. Je hebt zeker het zo. Ja, dat is glas herken ik wel, ja. Ja. Hey, en je lampen branden nog. Hoi! Ja, juist schoon? Nee. Hoi. Nou, we hebben Aag heeft een beetje zijn best gedaan, maar ja, na vakantie. Ja, we zijn zelfs een half uur later, dus je hebt tijd genoeg. Ik moest gelijk vier uur mee, we willen barbecue, maar we moesten ook wel op tijd thuis aan jullie zouden komen. Waar bij vrienden. Hoi. 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 Hallo! Hier is die, een zwarte kat. Tommy! Nou, ik ben niet dat hij jullie nog herkent hoor. Nou, hij wil niet meer mee. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, ik denk dat hij maar al te graag mee wil, want hier kwam hij niet naar buiten. Hier is die Tom! Hey! Hey! Hallo Tommy! Oh, kijk. Hey! Ik ben bijna hoofd.
Ga jij maar even zoeken. Nou, ons kind komt thuis. Wat heb je een hoprommel wat je meegeeft? De krabpaal, zijn voer, zijn mandje zit daar nog in. Er ligt kleding van Sandwolf op, want het is die vergeten laatst. En natuurlijk zijn katsbak. Zijn mandje zit daar nog in. Zijn reismandje, daar zit hij nu al in. Dus ja, een hoop spullen voor een kat die uitlogeren gaat. Nou, gelukkig gebeurt dat ook niet zo vaak, hè? Volgende jaar hoef je niet meer weg, wat zo? Nee. Of dat goed is gaan. Stil. Ja. Als de. Nou, opstaan. Dat vind ik leuk. Jeroen, ga dan niet eens met je handen doen. Kom, Jochie. Hey, even de deur nog dicht doen. Dan moet hij gelijk naar buiten rennen. Mag ik nou naar buiten? Ja? Ja, dan laat maar. Ja, wat zijn we dan zo? Hey! Jij bent thuis. Zullen we even... Laat hem maar even. Heb je voer daar neergezet? Ja, het staat al lang klaar. Kan ik daar. Laat hem maar even. Laat hem zelf maar uit die bak komen. Komt er zo uit. Ja, Marleen lacht hier ook zitten te slapen. Hij komt vanzelf wel, hè? Ja, hij is 2 weken hier niet geweest, hè? Kijk, daar komt hij al. Zo, en hij gaat gelijk naar buiten. Dat wist ik. Laten we lekker naar buiten gaan. Dat vind ik saai. Dat snap ik. Geef niet. Hij moet eventjes. Hij heeft echt heel erg zitten met jou bij Marleen voor het raam 2 weken lang, dus hij moet even naar buiten. Toby die komt naar binnen. Ja, Toby kan weer binnen. We maken van Toby straks een binnenkant en Tom een buitenkant. Ja. Hij is lekker loopt door tussen de plantjes. Soms gaat het loopt niet weg, dat scheelt. Die blijft gewoon in de achtertuin. Hij loopt door lekker tussen de plantjes te struinen. Gaat lekker gelijk even een drolletje doen daar. Achter blaadjes vangen. Doen dus als een blaadje sprooien. Nou, dan zijn we weer. Blijft hij thuis gespat? Je Sam is nog weg. Nou, hij is altijd maar. Zit in Turkey. Yes! Oké, nou, arrivederci. We gaan even lekker drinken. Yes. En we gaan verder met de vlogjes. Ja. Want deze man. Is de vlogman. Dat is het brein achter al het editwerk. Achter de saaie vlogs. Niet deze vrouw. Ja. Ja, dat klopt. Pardon. Nou. Ja, het is 12 uur, Linda. Ja, het is 12 uur. Hoe was het voor jou, die opvang? De 6e, 7e. Echt? Ja, echt. Ben je er al doorheen of niet? Nou ben ik door de vakantie was wel bijna hier. Ja? Daar hangt nog wat in de bijkeuken. Ja, dan is dit, ja, dit was het laatste dan. Dat ze nu zitten, is geen vakantie was meer. Alleen die slaapzak? Ja, alleen de slaapzakken nog. Dat maar dat ik vandaag niet droog kreeg, want ik had veel te veel andere was. Dat doen we morgen als eerste en dan kunnen ze naar buiten. Ja. Opgeklapt. Dat is goed. Ja. Daar zit die er weer uit, maar ja, daar heb je niet zoveel uit meer. En ik heb nog niet gestreken hoor, de strijk staat er nog. Dat staat ze. Nou, dat was niet zoveel zaak. Nee, er ligt nu wel meer bij hoor. Oké. Okay. En er hangt er nog best wel wat gestreken moet worden. Ben je er bij een dag er al zijn? Ja, dat mist wel ja. Maar ja, we hebben ook wel heel mooi weer. Hè. Dus ik kon in de droge aan, nou net. Van de handdoeken, de sokken, het ondergoed. En de rest zijn vandaag nog buiten opgegaan. Ja, we hebben goed wassen hoor. Ik heb gewoon 2 of 3 wassen tegelijk. Ja. Ja, 3 redt ze niet, maar 2 wel. Je was vandaag buiten om droog, maar een uurtje was het allemaal droog. Ja. Een uurtje anderhalf was het droog. Ja, over die 2 truien waren nog buiten. Ja, dat kwam omdat ze die capuchon bleef altijd heel lang. Zie je hem naar binnen aan of? Ja, of je hangt ze binnen of de stoel, dan heb je ze denk ik eerder droog. Ja, maakt het niet uit. Dat gaat er niet regelen. Hoe gaat er morgen een poepvlats op liggen? Ja, voor wat? Ja, van een vogel wat overvliegt. Ach, die hele vogels. Uilen. Er is een uilenbom in liggen. Uilen en boskoop. Nee, ik heb nooit gehoord. Dat was een uil of een boskoop? Ik heb nooit een uil gehoord, eigenlijk. Nee? Ja, die waren in films. Dat was een uil gezien in het oosten. Jawel.
het was gehoord toen in Wolf. Ja, ik weet soms niet of dat dan uilen zijn of dat ik wat anders hoor. Dat weet ik eigenlijk niet. Zit je nou te filmen dan? Ja, heel je boven twee hoofd om naar beneden kijken. Nee, mijn bos. Dus ik ga een beetje lager filmen. Nee, helemaal niet. Niet te filmen. Helemaal niet. Ik doe toch een beetje omhoog zo. Dus kijk iedereen heel erg. Kom op dan. Ik wil dit even af hebben, want dan ga ik mijn drankje opdrinken en dan kunnen we zo naar bed. Staat iets nog aan? Heel hard. Dank u, ja. Ja, ik ga afsluiten. Dan gaan we zo naar bed. Wat denk je allemaal?